Kinderen in de jeugdopvang hebben een grote kans om misbruikt te worden. Dat blijkt uit onderzoek van een commissie onder leiding van Rieke Samson, voormalig officier van Justitie in Dordrecht. De commissie Samson concludeert dat het risico op seksueel misbruik inherent is aan de jeugdzorg. Op de redactie, verslaggever Geert Willem Overdijking. Geert Willem, dat is een schokkende conclusie. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat vinden alle betrokkenen ook. Jeugdzorg heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden aan alle slachtoffers. Dat moeten er de afgelopen decennia heel wat geweest zijn. Minister Opstelten van Veiligheid die noemt het buitengewoon triest. Het is ook niet niks wat die commissie Samson concludeert. Wie in een jeugdinstelling zit, heeft een kans van 15% om seksueel misbruikt te worden. Als je verstandelijk beperkt bent, dan ligt dat percentage nog een stuk hoger. De overheid die weet al sinds 1945, dat is de periode die door Samson is onderzocht, dat er misbruik in jeugdinstellingen voorkomt. Ze wisten alleen nooit hoe erg het was. Meestal zijn de daders medebewoners en personeel, zo concludeert Samson ook, weet vaak niet hoe het met meldingen moet omgaan en herkent signalen van kinderen ook niet. Wat echt opvalt is dat we hebben over 2010 de professionals, dus de mensen die in de jeugdzorg werken, geïnterviewd en kinderen geïnterviewd. En dan blijkt dat het seksueel misbruik dat wordt waargenomen door de professional is slechts 2% van het misbruik dat door de kinderen wordt gemeld. Wat ook weer opvalt is dat de commissie dat dus opvallend vindt. Wij spraken vandaag met een jonge vrouw hier in Rotterdam. Ze komt uit Rotterdam, heeft hier in de stad in een jeugdinstelling gezeten. En toen we haar die cijfers voorlegden, toen was ze helemaal niet verbaasd dat het personeel zo weinig herkent in jeugdherstellingen. En ze was ook niet verbaasd dat het zo vaak voorkomt. Hij heeft me op plekken aangeraakt op een manier die ik gewoon smerig vond. Ik heb me af moeten weren met een spiegel. En ik had ook echt zoiets van, oh kut, ik wil hem slaan. Maar als ik hem sla, sta ik op straat. Want dat was de regel in de papieren die je moest tekenen. Dus dan heb je al een dubbel gevoel. Ja, vervolgens weet je weg te komen. En dan ga je naar een huisgenoot toe, omdat je niet alleen wil zijn in de gangen. Want wie weet als je hem tegenkomt. En dan bel je samen de begeleiding en die gelooft je niet. En die vraagt, wat wil je dat ik hier aan ga doen? Ze wouden eigenlijk met z'n allen om de tafel gaan zitten. Ik wou die man absoluut niet meer zien. Dus dan ga je vervolgens met de begeleiders alleen aan tafel zitten. En die zeiden van, ja, we geloven het verhaal niet, want de verhalen komen niet overeen. Maar als verkrachter zijnde zou ik niet zeggen, hé, ja, ik heb het gedaan. Ik zou zeggen, nee, tuurlijk niet. Ja, dus tuurlijk komen die verhalen dan niet overeen. Ik heb mijn begeleider gebeld en die heeft gezegd, ik wil dat jij nu al je spullen gaat pakken en we komen je vanmiddag ophalen en je gaat tijdelijk bij familie logeren. En dan sta je radicaal, na anderhalf dag sta je een auto vol te pakken met al je hebben en houden. Ja, dus jij werd aangerand en jij werd eruit gezet. Ja. Dat is bizar. Dat is heel bizar. Nou is er een rapport uit waaruit blijkt dat dit eigenlijk best vaak gebeurt in instellingen. Verbaast dat je? Nee. Laat ik het zo zeggen, het cijfer valt mij nogal laag uit. En Geert Willem, hoe reageert de instelling zelf op het verhaal van dit slachtoffer? Ja, dat misbruik tussen bewoners onderling moeilijk te voorkomen is, dat erkent Elise zelf ook. En de directeur van de instelling die zegt, ja, in dit geval lagen de twee verhalen van de betrokkenen echt zo ontzettend ver uit elkaar, dat ze wisten eigenlijk gewoon niet wie ze moesten geloven. Nou, minister Opstelten heeft inmiddels aangekondigd dat hij alle aanbevelingen van de commissie Samson zal gaan overnemen. Maar ook hij zei vandaag, ja, het is uiteindelijk nooit helemaal te voorkomen. Dankjewel, Geert Willem Overdijking. En zometeen ophef over een ooievaarsnest in Grootammers. Mag dat zomaar? Kijk, als ik ergens een ooievaarsnest opricht, zoals hier op het centrum, dan mag ik dat ook weer weghalen als ik dat wil. Nou, er zijn mensen die daar heel anders over denken. We gaan naar de Hoekse Waard, want alle gemeenten in de Hoekse Waard kampen met een toename van het aantal woninginbraken. Openstaande raampjes en ladders tegen de gevel maken het de dieven soms wel heel erg makkelijk. Om bewoners op de risico's te wijzen, gingen vanmiddag de burgemeester en de wijkagent in strijen langs de deuren. Goedemiddag. We zijn aan het controleren om de mensen attent te maken. Want het lijkt zo veilig in strijden, maar ook hier kan het gebeuren. Ja. Het is bij mij ook ooit wel eens gebeurd. Ja? Ja, dat terug. Ja, wat is er maar toch? Gebeurd? Ja. Nou, een videorecorder weggehaald. Even kijken of het achter
Dat zit in ieder geval dicht. De poort zit dicht, maar ik zie daar op het dak zie ik een trap liggen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, met mijn lengte, ga ik proberen, moet ik er van mij bij kunnen. Ja. En is dit een potentieel risico voor inbraak? Dan merk je dat dit soort zaken wel belangrijk zijn. Mensen hebben het gevoel, ja, er gebeurt niets in Strijen, het is een hele veilige gemeente. Daardoor heb je kans dat je laks wordt. Dus die attentie van deze week, die is gewoon erg belangrijk. Een laptop? Ja, een laptop zien liggen en dergelijke. Ja, waarom zou een dief naar Strijen toe komen, denken heel veel mensen. Ja, Strijen is een vrij rustig dorpje. Het is vrij dicht bij grote steden, zoals Rotterdam en Dordrecht. En dan zijn ze snel eventjes hier op het eiland. Ze rijden zijn dorp in en ze gaan kijken van waar is er iets van mijn gading. Je hebt veel vluchtwegen dat je sneller weg kan komen natuurlijk. Ja. Dat is het hele verhaal. Ja. Maar u kijkt wel een beetje uit thuis? Ja, tuurlijk. Ik zorg alles dat alles op slot is. Oké, bedankt. Als ik tot 3 gaan we remmen. En ook buiten Strijen zijn we weer even gewaarschuwd. Kapelse 65-plussers kunnen tot 2014 opnieuw gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Om hun kaarten te verlengen werd vanmorgen op metrostation Kapelse Brug in Capelle een tijdelijk servicepunt geopend. Ouderen kunnen daar terecht om hun abonnement voor 2013 te regelen. Goedemorgen. Ik kom nooit meer met mijn auto in Rotterdam. Nee. Ik loop 5 minuten naar het metrostation. En ik zit met binnen 10 minuten zit ik in de stad. Dus ik maak er al een aantal jaar gebruik van natuurlijk. Alsjeblieft. We hebben gevraagd aan RT, zouden jullie voor even dit loket weer eens in ere kunnen herstellen? Dat onze 65-plussers niet helemaal met de metro nog eens een eind moeten reizen. Het was tot gisteren gesloten. Waarom hebben jullie het toch weer geopend? Omdat er de komende weken, dus tot het einde van het jaar, gaan er zo'n 10.000 65-plussers uit Capelle. Die kunnen hier allemaal naar het loket om 1 keer het product vrijreizen 65-plussers op hun kaart te laten zetten. Dus we hebben 1 keer, voor deze bijzondere gelegenheid, het loket nog een keer geopend. Dat is hartstikke mooi. Dus naast Rotterdam, die het nog gaat doen, is alleen Capelle en de IJssel de enige in de hele regio die zegt, we gaan gratis OV, houden we erin. Het kost 500.000 euro, dus gewoon duur. We zijn hartstikke aan het bezuinigen, dus het is echt wel bijzonder dat we dit overeind hebben kunnen houden. Maar we hebben als eis gesteld in dit coalitieakkoord, wij willen met gratis OV verder voor senioren, dus dat doen we ook. Het is alleen voor de mensen in Capelle, want in Rotterdam zitten ze volgens mij met spanning te wachten op een brief van wanneer mogen wij. Ja, de eerste die nu aan de beurt zijn, dat is inderdaad zijn alle mensen uit Capelle die 65 zijn geworden. Komende maand ontvangen ook de mensen uit de gemeente Rotterdam, dus de 65-plussers die er recht op hebben, ontvangen ook een brief. Dus zij moeten nog even wachten. Capelle eerst, volgende maand is Rotterdam aan de beurt. Waar ik straks naartoe ga? Straks gaan we lekker naar huis. Eerst nog even naar huis. En dan gaan we misschien even weg. Ja, hartstikke bedankt. Nou. Hoi, ik heb voorlopig weer vanuit. Gratis, hè? Gratis, altijd leuk, hè? En ook 65-plussers in Rotterdam kunnen in 2013 gratis gebruik maken van het OV. Zij kunnen binnenkort hun abonnement verlengen. Een van de ooievaarsnesten in Groot-Ammers staat op de nominatie om te verdwijnen. De gemeente Liesveld wil op de plek van het nest aan de Voorstraat een extra oprit voor een parkeerplaats aanleggen. Omwonenden vrezen dat het broedproces wordt verstoord. Het kan een moeilijke strijd worden, want de ooievaar is een beschermde diersoort, maar het nest is dat niet. De ooievaar op dit nest aan de Voorstraat in Groot-Ammers heeft het goed. Doordat het dier wordt bijgevoerd, blijft het dier overwinteren. Maar de gemeente zou het nest willen verplaatsen, om de parkeerplaats uit te breiden. Buren zijn woest. Ooievaar blijft een jaar onbeschermde vogel. Dan hebben ze hier een centrum ingericht ten behoud van de ooievaar. Misschien gaat het weer een stuk beter. Sinds eind jaren 60 wordt de ooievaar in Groot-Ammers beschermd. Over het hele dorp verspreid zijn bewust zo'n 25 ooievaarsnesten aangelegd. Ja, dat staat Ammers bekend om, de ooievaars. Dat is eigenlijk wel het handelsmerk van Groot-Ammers. Dus hoe belangrijk is de ooievaar voor Groot-Ammers? Ja, hartstikke belangrijk. Zou het dorp zonder ooievaars kunnen? Nou, ik denk het niet. De buren van het nest aan de Voorstraat verzetten zich op de eerste plaats tegen de aanleg van een extra op- en afrit voor deze parkeerplaats. Nou, die uitrit moet ongeveer daar komen, langs het gemeentehuis. En dan is deze allemaal weg. En dan moet hij hier van de nevel uitkomen. Om al deze
schuren te ontsluiten, al deze uitritten. Laat het nest gewoon staan. Die beesten zitten hier, ieder jaar zitten er een paar ooievaars op. Want ja, dat is ook weer twee jong. Laat hem gewoon lekker staan. Wij genieten elk jaar weer van zijn gekleppers morgens. En zeker van als je jongen heeft, een prachtig gezicht. De plaatselijke vogelbescherming is niet zo heel erg bang voor het verplaatsen van het ooievaarsnest. Zoals ik het zie, zou het geen kwaad kunnen als het nest een paar meter verplaatst werd. Of ik geef geen garantie dat dit er dan weer op komt zitten, maar we doen het hier ook wel eens noodgedwongen. De gemeente beweert tevens in haar verweerschrift dat de ooievaar geen overlast gaat ondervinden bij het aanleggen van een stoep. Nou ja, ik weet niet of u bekend bent met een trailplaat. Daar heeft de ooievaar zeker overlast van. Omdat buren en gemeente er niet uitkomen, ligt het hele dossier nu bij de Raad van State. Ook al heeft de gemeente in de namiddag laten weten het nest voorlopig toch maar te laten staan. En op de redactie Sinclair Bisschop. Sinclair, de komende twee weken is er geen competitievoetbal vanwege twee interlands. En vandaag moesten de internationals zich melden in Noordwijk op tijd. Was debutant Ruben A. op tijd en B. zenuwachtig? Hij was en op tijd en hij was ook zenuwachtig. En dat terwijl hij toch al boven de 30 is. Maar Schaken is nog nooit opgeroepen voor een vertegenwoordigend elftal. En nu dus wel voor de WK-kwalificatie interlands tegen Andorra en tegen Roemenië. Nou, vanmiddag moest hij zich melden en wij waren erbij. Rond 1 uur vanmiddag arriveerde Schaken met zijn twee collega's van Feyenoord, Bruno Martens Indy en Derro Janmaat, bij Huis de Duin in Noordwijk. En alle verzamelde cameraploegen doken op de aanvallen van Feyenoord. Schaken moest vooral uitleggen wat Martens Indy en Janmaat hem hadden ingefluisterd. Ja, vooral dat ik moet genieten en een beetje verteld hoe het eraan toe gaat en hoe de andere gasten zijn. Dus al met al positief. Ben je dan toch gespannen, alsof het je eerste schooldag is? Ja, een beetje wel. Gezonde spanning noem ik het. En, meer ook niet. Ik zit lekker in mijn vel. Ik voel me goed. Dus ik ben blij dat ik hierbij mag zijn. En zoals ik al zei, we gaan hard werken hier en dan kijken wat eruit komt. Ja, wat wordt je doelstelling de komende wedstrijden? Minuten maken of met name genieten? Nee, debuut maken. Dat zal natuurlijk het allermooiste zijn. En daar ga ik ook voor. De selectie van Schaken is best opvallend, aangezien hij al boven de 30 is. En veel criticasters vragen zich dan ook af of hij het niveau wel aan kan. Ik gun het Ruben Schaken van harte. Maar ik vind Ruben Schaken nou niet een international. Ik kijk er al van op dat hij een basisplaats bij Feyenoord veroverd heeft. En er gaat hartstikke veel dreiging op basis van zijn snelheid van hem uit. Maar ik vind dat met alle respect geen speler voor het Nederlands elftal. Nou, die schud ik van me af. Dat is mooi dat mensen zo denken. En dat hebben ze altijd over mij gedacht. Ik heb altijd moeten vechten tegen dat soort kritiek. En uiteindelijk ben ik er nog steeds. En het gaat allemaal mooi door. Dus ik laat me niet gek maken. De terugcommissie van de KNVB heeft Feyenoorder Terrence Congolo automatisch voor 1 duel geschorst naar aanleiding van zijn 2 gele en dus rode kaart gisteren tegen Groningen. En ook bij Excelsior kregen afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Helmond Sport 2 spelers een rode kaart. Jurgen Matthijs automatisch ook voor 1 wedstrijd geschorst en Mats van Huigenvoort moet 2 wedstrijden langs de kant staan. En Sinclair, later dit uur Sportclub Rijnmond. Wat zijn de onderwerpen? We komen terug onder meer op Groningen tegen Feyenoord. We hebben damesvolleybal, de strijd om de Supercup. Een kickboxgevecht met Gökhan Saki. En we hebben ook nog een portret van een schaatster uit onze regio, Diane Valkenburg. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Je hoeft tegenwoordig echt niet meer helemaal af te reizen naar Duitsland om het traditionele Oktoberfest mee te maken. Dat kan tegenwoordig bijvoorbeeld ook in Rotterdam. Achter het Schieblok stond de avond zaterdag in het teken van Bier und Gesang. Test, test, ja! Willen Sie nach Deutschland gehen für Oktoberfest? Dat hoeft niet meer, hoeft niet meer! Ze kunnen hier in Rotterdam nach Oktoberfest. Bier, Wein und Gesang. Und ich, Nazi, ich bin dabei. Ja, ja. Was machst du hier? Bier drinken. Bier drinken? Ja. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug. 2 Liter? 2 Liter wenig. Das ist die, das ist 1. Sie haben einen geilen Schnurr. Und haben Sie auch deutsches Kleidung? Kleidung? Ein Dildo. Dildo? Dildo. Het is natuurlijk afsluiting van het seizoen van de Biergarten. Biergarten is een pop-up terras geweest, wat hier het hele seizoen heeft gestaan. En dat was zo succesvol,
was het eigenlijk een logische stap om daar een afsluiter voor neer te zetten. En ja, eigenlijk heel erg vanzelfsprekend dat dat dan een Oktoberfest wordt. Ja, het traditionele Oktoberfest is natuurlijk in München. Hier zo doen we het op de Rotterdamse manier. En dat betekent dus geen Duitse hoempa-ba-bende, geen schlager, maar gewoon leuke muziek. Ihr habt den ganzen Tag gewartet drauf, dass hier mal was passiert. In dieser gottverdammten Stadt, ich glaub, da ist man echt frustriert. Glaub, da liege ich ganz richtig, hier ist nicht wirklich etwas wichtig. Wir wollen einfach nur raus. En hij houdt heel erg van uitslapen, kan ik u vertellen. Tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.